Hallo, mijn naam is Job en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Akinator. Hallo kijkers van Noemar Gamer, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe spliksplinternieuwe. Die R die maakt het af, hè. Je zegt niet gewoon spliksplinternieuwe, maar je zegt spliksplinternieuwe. Oké, die R bij nieuwe, dat hoort niet helemaal. Maar jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Akinator. Een man die alles kan raden wat jij denkt. Dus denk jij maar niet aan een hele vieze, dikke, naakte vrouw. Want dat kan hij namelijk raden. Jongens en meisjes, ik wrijf in mijn handen, want oh, ik hou van het geluid. In ieder geval, ik heb superveel positieve feedback gekregen op de vorige aflevering van Akinator. We zitten momenteel zelfs al op de 6.500 likes. Wat natuurlijk ongelooflijk awesome is. Dus jongens en meisjes, als jullie deze gloednieuwe aflevering van Akinator nou nu al leuk vinden, dan kunnen jullie hem even een blauw duimpje geven. Want ik vind het super awesome dat de vorige aflevering gewoon meer dan 6.000 likes heeft gehaald. En ik heb geen idee waarom ik mijn handen hou als een of ander vaag pistool. Jongens en meisjes, ik heb reacties gekregen en ik heb een aantal mensen uitgezocht die jullie mij wouden zien raden via Akinator. En ik ga die gelijk even erbij pakken. De allereerste reactie is van Lin Wiersma. En Lin Wiersma... Oké, ik moet echt stoppen met die R. En Lin Wiersma die zegt dat ik Akinator zelf moet gaan proberen te zoeken, wat ik een ongelooflijk leuk idee vond. Dus jongens en meisjes, wij gaan kijken of we deze gekke man met zijn haakneus, met zijn zwarte sikje, met zijn Pac-Man op zijn hoed, of we die zelf kunnen vinden. Dus laten wij beginnen met spelen. Laten wij onszelf een leeftijd geven. 84, zoals gewoonlijk. En laten wij beginnen. Oké, jongens en meisjes, de allereerste vraag die Akinator ons stelt. Dus is je personage een vrouw? Even kijken. Ik zie geen penis, ik zie geen vagina. Nee, het is geen vrouw. Woont je personage? Nee. Hij woont niet in Nederland, want hij bestaat namelijk niet. Het spijt me, Akinator, dan kun je wel zo verwaand kijken van ik besta wel, maar je bestaat niet. En dat zal je toch echt onder ogen moeten zien. Dus is je personage echt? Je bent niet echt. Heeft je personage haar? Hij heeft haar. Draagt je personage een hoofddeksel, hoed of cap? Nou, zoals jullie kunnen zien, hij heeft een hele mooie witte hoed met een Pac-Man mannetje erop. Dus ja, hij draagt wel degelijk een hoed of een cap, of hoe je het ook wilt noemen. Ik heb geen idee waarom ik zo raar praat. Heeft je personage een snor? Hij heeft inderdaad een snor. Draag je personage schoenen? Nee, want hij heeft geen benen. Niet lullig bedoeld, Akinator. Niet lullig bedoeld. En ik wil niet weten waar die vinger is geweest. Houdt uw personage van chocolademelk? Dat weet ik niet. Heeft je personage een serie die heet End of the World? Nee. Is je personage maagd? Wat? Nou ja, het lijkt wel alsof hij iets met die lamp aan het doen is, dus waarschijnlijk niet. Maakt hij kunstwerken? Nee. Is je personage minder dan 40? Weet ik niet. Leeft je personage? Ik weet niet. Leeft de personage van je personage met een moederpersonage? Wat? Weet ik niet. Loopt je personage op de heeft geen eens poten of benen, dus dat kan ook allemaal niet. Draag je karakter zijn sleutels aan een metalen riem? Nee. Is je personage? Nee. Oh my god, hij heeft zichzelf geraden! Maar hoe is dat nou mogelijk? Ik weet het niet. Oh, kut. Schuif aan. Dat was hem inderdaad. We gaan verder. En ik heb ook in de reacties gelezen dat Silio Bovendeert, of hoe je zijn naam ook uitspreekt, die wil dat ik Flappy Bird ga zoeken. Het o zo vervelende vogeltje waardoor mensen zelfmoord hebben gepleegd omdat ze het gewoon niet meer aankonden vanwege dat kutbeest. Inderdaad, Flappy Bird, je bent een kutbeest. Motherfucker. Oké, sorry. Komt gewoon omdat ik jou nooit goed kon besturen. Ik was altijd de persoon die altijd het eerste afging. Ik kan er echt helemaal niks van. Is je personage echt? Gelukkig niet. Staat je personage op twee poten of benen? Nope. Draagt je personage kleding? Hij is zo naakt als een naakslak. Ja, Job, die kennen we nog van de vorige aflevering. Heeft je personage zijn twee ogen? Ja. Is je personage een dier? Hij is een dier. Hij kan vliegen. Hij is niet gelinkt aan draken. Hij heeft geen poten of benen. Hij werkt alleen. Is een soort vogel. Hij is niet roodharig. Hij heeft niets te maken met Minecraft. En deze motherfucking Akinator, die denkt gewoon nu al aan Flappy Bird. Ik weet het ook niet hoe hij dat zomaar kan. Hij is echt veel te slim. Hij is gewoon veel te slim. Hij weet alles waar ik aan denk. En ik heb... Oh, sorry microfoon. En ik heb geen idee waarom dit het gebaar is voor denken. Maar dit is ongelooflijk. Akinator, die weet gewoon alles. Denk je aan naakte vrouwen? Akinator weet het. Denk je aan naakte mannen? Akinator weet het. Denk je aan naakte andere dingen? Akinator, die weet het. Hij weet alles. En ik heb geen idee waarom ik naakte dingen weer als voorbeeld neem. Maar dat maakt niet uit. We gaan door naar de volgende. De volgende reactie is van Monique Kenter. En
En Monique Kantor die wil graag dat wij Mega Mindy, Mega Mindy. Het is een echte super slet. Ze krijgt echt iedereen naar bed. Zo ging die toch? Is je personage een mens? Het is een mens. Woont je personage in Nederland? Ze woont in Nederland. Is je personage een vrouw? Dat hoop ik wel. Zit je personage nog op school? Dat weet ik niet. Is je personage gelinkt met pinguïns? Nee. Is je personage bekend van YouTube? Ja, dat is moeilijk, want er zullen vast wel veel filmpjes van Mega Mindy op YouTube staan die dan weer veel kinderen kijken van Mega Mindy, leuk! Lelijke vrouwen in superheldenpakjes. Dus ja, ik denk waarschijnlijk wel. Is je personage bekend geworden door haar relatie? Met Megatobi misschien, maar I don't know. Hoe de fuck weet ik dat überhaupt? Is je personage zanger of zangeres? Nee. Weet je personage bekend door het internet? Nee, ik denk waarschijnlijk niet. Eerder door televisie. Inderdaad, ze komt ja, ze is blond. Is je personage pap schop? Hij kijkt toch echt zo bij van ja, ga mij dat maar even uitleggen. Nee, het is geen pornoster. Voor zover ik weet dan. Zet je personage bekend om domme dingen te zeggen? Nee. Speelde je personage in de soap Goede Tijden? Slechte? Nee. Is je personage ooit getrouwd geweest? Dat weet ik niet. Is je personage een tv-show presentator? Nee, want het was namelijk een vrouw. En hoe kan een vrouw nou weer een presentator zijn? Heeft je personage een beste vriendin in de serie? Waarschijnlijk wel. Komt de naam van je personage? Ja. Is je personage? Nee. Speelt je personage in een kindershow? Ja. Ze heeft geen zwart haar. Ze komt niet voor in K3. Heeft je personage echt bestaan? Ja, personage wel, maar niet zozeer Mega Mindy. Dus eigenlijk heb ik zojuist nee moeten zeggen. Maakt niet uit. Heeft je personage lang bruin haar? Nee. En het is Charlie van Spangas. Wie de fuck is Charlie? Nee. Ja, tuurlijk wil ik doorgaan. Het is Mega Snolly. Mega Mindy. Is je personage bekend dankzij Nickelodeon? Nee, ik geloof het niet. Is je personage een acteur? Actrice? Maakt verder niet uit. Heeft ze krullend haar? Ik geloof het wel. Is je personage een kind? Ze is geen kind. Is je personage naakt te zien op foto? Nee, tenminste, ik denk van niet. Is je personage een Belg? Ik geloof het wel. Ja, ze heeft superkrachten. Ze is roze. En het is Mega Mindy! Woehoe! Ik heb serieus geen idee waarom ik zo ongelooflijk blij ben dat ik Mega Mindy heb geraden. Maar ik ben trots op wat ik bereik met Akinator. Maar ja, het was inderdaad Mega Mindy. En ze is wel 5457 keer geraden. Jee, ik ben niet de enige die dit opzoekt. Oké, jongens en meisjes, ik ga het hier belaten voor deze nieuwe aflevering van Akinator. Heb jij nou genoten van deze nieuwe aflevering van Akinator? Dan kun je hem natuurlijk even een blauw duimpje geven. Want de vorige keer hebben wij namelijk zo ongelooflijk veel likes gehaald. En je moet natuurlijk alleen een like achterlaten als je de video leuk vindt. Als je mij leuk vindt. Als je iets in het leven leuk vindt. Ja, dan moet je wel een like achterlaten, hè, nu ik dit heb gezegd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bij een nieuwe aflevering van Akinator. Hier op mijn gamekanaal. Doe maar gamen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, laat de mensen...